Heb je een afspraak bij de Polykliniek Dermatologie? Dan kun je het volgende verwachten. Bij binnenkomst meld je je eerst aan bij de aanmeldzuil. Hiervoor heb je altijd een paspoort, rijbewijs of ID-kaart nodig. Als je al bekend bent bij het Erasmus MC, krijg je na het aanmelden een dagticket. Zo niet, dan moet je eerst naar de inschrijfbalie om je informatie compleet te maken. Op je ticket staat een QR-code en zie je naar welk gebouwdeel, etage en wachtgebied je moet gaan. Eenmaal aangekomen op de juiste etage, zie je weer een aanmeldzuil. Hier scan je de QR-code van je ticket, zodat de arts weet dat je er bent. Vervolgens neem je plaats in de wachtruimte. Je wordt dan vanzelf opgeroepen. Omdat het een opleidingsziekenhuis is, kan het zijn dat je eerst een arts in opleiding ziet of meteen de dermatoloog zelf. Tijdens het consult worden je klachten besproken. Hieruit kan blijken dat aanvullend onderzoek nodig is. Als het gaat om bloedafname of een huidbiopt, kan dat bijna altijd dezelfde dag nog. Maar als er ander onderzoek nodig is, wordt er meestal een nieuwe afspraak gemaakt. Succes tijdens je bezoek! En mocht je nog vragen hebben, ga dan naar erasmusmc.nl.